terug naar de toekomst dan. Na een korte warming-up werd het grasveld verruild voor het kunstgras van de Power Hill. Daar werkte Niklas Mooijzander met Ruben Lijon en Colbijn Sigtorsson een potje voetvolley af tegen het Deense trio Paulsen, Schöne en Fischer. En uiteraard was de sfeer na de zege op Feyenoord goed. Heel blij, heel tevreden met het resultaat natuurlijk. Alleen voetballen kan het en moet het verbeteren. Zeker de tweede helft was veel minder dan de eerste helft. En wij weten dat we veel beter moeten spelen om goede resultaten in de toekomst ook te halen. Dus het resultaat was mooi, maar het spel kan veel beter. Zo ging het verdedigend bij Ajax niet goed toen de Rotterdammers binnen 6 minuten op voorsprong kwamen. Ja, we waren gewoon niet scherp genoeg, niet dicht bij onze mannen. En iemand speelde de bal terug en Pelle krijgt een teentje erbij en de bal rolt binnen. En dat is natuurlijk niet het begin van de wedstrijd wat we willen. En zo zie je dat als je niet scherp begint, dan kom je in de problemen. Het vervolg was een stuk beter, jullie creëren veel kansen. Is dat het spel hoe het moet zijn of kan het nog beter? Het kan nog beter, maar dat is precies wat we willen. Wat we na die 1-0 van Feyenoord, wat we hebben laten zien. De eind van de eerste helft was precies wat we willen, wat we kunnen. Maar dat moeten we 90 minuten volhouden. En nu was het misschien 30 minuten, dus dat is veel te weinig. Maar als we zo voetballen, dan zijn we wel heel goed. Alleen wij moeten streven om beter te worden en echt een volle wedstrijd vol te houden. Het hele seizoen is dat al een beetje. Het is steeds een deel is, maar nog niet de hele wedstrijd. Wat moet er nog gebeuren om dat 90 minuten vol te houden? Welke stappen moeten er gemaakt worden? Dat is een moeilijke vraag, maar ik heb het geloof dat het komt wel. Als we nu genoeg wedstrijden achter de rug hebben, dat het komt als we in de ritme komen. Maar het moet wel snel gebeuren, vind ik. En wij moeten gewoon hard werken. Ik vind dat het gewoon scherpte is en ook dat we de meters willen maken om ook de tweede helft goed positiespel te spelen. Dus het is te maken met veel dingen, maar alles moet iets beter en iedereen moet iets scherper zijn en dan komt het goed. Nog even terug naar het partijtje voetvolley voor het winnende punt in de wedstrijd. We hebben gewonnen, dus het is altijd leuk tegen de Denen. Dus het is leuk om de uitlooptraining eindigen met een voetvolley en als je dat wint, dan ga je thuis met een goed gevoel. Dus je bent de week goed geëindigd met de overwinning op Feyenoord en de week goed begonnen met de overwinning op Denemarken. Ja, precies. En dat is wel belangrijk, dat je ook goed de week begint.